Welkom allemaal naar de Bijbelstudie. Fijn dat jullie ook weer kijken. Op woensdagavond in de hitte, het is september, maar het is toch nog even weer een lekkere zomerse dag, hè? En we gaan gewoon door, of het nou regent of de zon schijnt, koud of warm. We gaan gewoon verder met 1 Petrus, dat is de brief die wij op woensdagavond behandelen. En voordat we beginnen wil ik eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Danken voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan heeft, Vader. Dat we dat ook nooit zullen vergeten. Dat volmaakt offer wat u gebracht heeft. En waardoor wij nu de toegang hebben. En vrede met u hebben. En een heerlijke toekomst. Vader, we weten ook dat u niet alleen in de bedeling der genade aan het werk bent. Wij weten ook, er is ook nog een toekomst voor het volk Israël hier op aarde. En die zullen door een zware tijd gaan, Vader, maar ook eenmaal zullen zij in een koninkrijk op aarde, zullen zij daar wonen. En we weten dat dat gaat gebeuren en de brief van Petrus spreekt ook in die verwachting. En daarom bid ik ook, Vader, dat we licht erop krijgen, dat we goed begrijpen en het ook scheiding maken tussen wat voor Israël is en wat voor ons voor het lichaam van Christus is. En dan, als we naar die regel zullen wandelen, zullen we ook vrede hebben. Vader, en ik bid ook dat we verlichting daarop zullen krijgen van u. Dat uw woord ons ook, ook al is het niet voor ons, maar ook mag toch blij maken als we zien hoe u werkt in de toekomst. En ook dat we dat ons ook daaruit kunnen leren, Vader. En dat vraag ik voor ons allemaal. En dank ik in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, 1 Petrus. We zijn vorige keer, zijn wij zo'n beetje gebleven in vers 7. Daar spreekt hij... Het is in die eerste vers, als je het leest, hè, dan spreekt hij in die verwachting over de toekomst. Ja? Bij Petrus is de verlossing is nabij. Ja? Het koninkrijk dat komen gaat. Waar ze al die tijd op zitten te wachten. Al eeuwenlang Israël beloofd is. En waar Israël nu op aan natuurlijk nog steeds op hoopt. Maar ja, we weten, de bedeling der genade is er eenmaal tussen gekomen. Dus dat is ook de reden dat het nog niet gekomen is. Maar in die verwachting schrijft Petrus. Hij weet nog niks van de bedeling der genade. Hij weet niet van Paulus. Zoals in de tweede brieven dat wel kunnen zien. En ze verwachten dat het gaat komen. Maar dan zie je ook... in vers 4 over die erfenis die in de hemelen bewaard is, ja. Maar dat is tijdelijk, totdat Christus dat meeneemt naar de aarde en zijn koninkrijk gaat vestigen. Want begrijp één ding, eeuwig leven, als je in het koninkrijk bent, heb je eeuwig leven. Als je niet verlost bent, kom je niet in het koninkrijk. Dat is, zo denkt de Jood. Ja, en dan zie je die in de kracht Gods, vers 5... bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hebben we weer zo'n uitdrukking. Die wordt geopenbaard in de laatste tijd. Dus dat is als Christus naar beneden komt. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds. Dat zegt hij ook niet zomaar, een weinig tijds. Als je kijkt in hoofdstuk 5. Het staat, ik las het net nog even... in hoofdstuk 5 vers 10. De God nu alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben. Zie je dat? Paulus spreekt niet over ons. Zo. Ja, dat lijden wat ons overkomt, dat is voor een korte tijd. Daar bedoelt u mee ten opzichte van de eeuwigheid. Maar Peter spreekt hier heel duidelijk in vers 6, een weinig tijd, heeft hij het over de grote verdrukking. Want de Heer Jezus zegt ook dat die dagen zullen verkort worden. Want anders zou geen vlees behouden worden. Er zou echt alles omkomen. En dan een weinig tijd. In die tijd spreekt hij. Die 7 jaar van grote verdrukking. Zo het nodig is. Nou, ja, het is nodig. Ja, want we weten, dat heeft te maken. Is ook al zo het koninkrijk niet in. Dus het is nodig. Het is de zuivering. Het kaf van het koren scheiden. Precies zoals Johannes de Doper had zei. Ja, het kaf van het koren scheiden. En dan brengt hij dat koren, die tarwe, dat brengt hij in zijn schuur. En dat is het koninkrijk. Kijk, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Die beproeven van hun geloof, ja? Dat is door het vuur. Het is de hitte, het vuur van de verdrukking.
niet het vuur van de Heer Jezus nog wat komen gaat, ja, als die komt om te oordelen, maar die 7 jaar dat de antichrist er is en de verleidingen er allemaal zijn, ja, dat noemt hij de beproeving van hun geloof. Ja? Dat is een test, zoals het bij ons ook, ons leven lang een test is, of wij voor dit evangelie blijven staan of niet. En als je de test doorstaat, ja, dan kan je net zoals Paulus zeggen, ik heb het geloof behouden, en dan is ook die krans, die ligt dan klaar. Het is voor hun precies hetzelfde, ja. Alleen het zal heel, heel erg heftig zijn. En dan zie je, bevonden worden te zijn, dus als het kostelijk, als goud is, ja, dat je de test doorstaat, beproefd bent, en ja, dan heb je de 10 ponden, hè, jullie weten het, de 5 ponden, 1 pond of geen pond, dat ligt er maar aan. Maar dan zie je dat het mogen bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Nou, dan moet het woord en waarheid goed en recht snijden natuurlijk. Want bij ons zal het ook gaan tot lof en eer en heerlijkheid. Maar wanneer dan? Ja, als eenmaal Christus komt ons halen. En bij ons spreekt hij over de verschijning van de Heer Jezus Christus. Als hij ons komt halen, gaan we hem tegemoet. Hier spreekt hij over de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Als hij spreekt over de openbaring van Jezus Christus, dat betekent dat Christus naar deze aarde komt. He, komt hij op het witte paard, maar uiteindelijk brengt hij hun dat koninkrijk in. Dat is hun hoop. Dus als wij spreken over, wij hebben 1 hoop, en Timotheus spreekt ook over Christus die onze hoop is, waarom is hij onze hoop? Nou, we hebben toch alles in hem gekregen, maar onze hoop in hem is ook de opstanding, dat hij ons komt halen. Dat hij ons in het hemels koninkrijk brengt. En zo is dat ook hun hoop. Christus is de hoop voor iedereen. Ja, voor elke gelovige. En dan zie je ook, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel een niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ze hebben hem niet gezien, zegt hij. Nou, hoezo niet? Hij spreekt hier tegen de gelovigen. Kijk maar in vers 1. Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië. Enzovoort. Daar spreekt hij tegen. Die hebben hem dus niet gezien en toch hebben ze hem lief. Petrus heeft hem wel gezien. Heeft hem duidelijk gezien. En toch zegt hij later in een brief. Ik weet niet eigenlijk of was het nou in deze. Dat wij hebben, kijk, 2 Petrus. Vers 1. Dan spreekt hij over in vers 16. En in vers 16 zegt hij dat hij een aanschouwer geweest is van zijn majesteit. In vers 17, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Wanneer was dat? Op de berg der verheerlijking. Petrus, Jacobus, Johannes. Die waren meegaan naar boven en Christus veranderde helemaal van gedaante. Zijn gezicht ging helemaal stralen. Toen zagen ze Christus in zijn koninkrijksverschijning. En je ziet, ze hebben die stem ook gehoord, hè, die toen klonk. En deze stem hebben wij gehoord toen zij van de hemel gebracht is geweest, toen zij met hem op de heilige berg waren. Daar staat het. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw hart. De morgenster, de Heer Jezus Christus. Ja. Maar je ziet hier, dat hij zegt, ja, oké, wij hebben hem dan wel gezien, maar hij zegt dan ook, maar wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat is nog veel vaster als dat je het met je ogen gezien hebt. Want dat is eenmalig, en de tijd gaat door, het is een flits, je hebt het even gezien. Maar de tijd gaat door, je wordt ouder. En ja, het getuigenis, maar zelfs met de rechtszaken, dat men moet altijd getuigen hebben. Maar weet je, het heel moeilijk is dat iemand beschrijven die je gezien hebt, als er wat gebeurd is. Als er een paar hebben die ze horen, dan heb je heel vaak kans dat je 3 verschillende gezichten uitgetekend krijgt. Nou ja, kijk, en daarom heb je dat woord. Petrus zegt, ik heb hem gezien. Maar wij hebben een profetische woord, ja. En daar moeten jullie op acht hebben. En Peter zelf ook, want dat is veel vaster dan dat jij met je ogen gezien hebt. Nou,
als we terug staan in 1 Petrus, hij zegt tegen hun, ze hebben het niet gezien en ze hebben hem toch lief. Ja, ja, raar, hoe kan dat nou toch, ja? Dat je iemand niet ziet en toch van hem houdt. Dat geldt voor hun, maar dat is bij ons precies hetzelfde. Want wij hebben de Heer Jezus natuurlijk ook nooit gezien. Maar dat heeft te maken met de leer en geloof. Je ziet hier ook staan, niet gezien hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende. Zie je het? Dus ze geloven in iets wat ze niet gezien hebben. Hey, kijk met mij mee even in Handelingen 26. Dat is weliswaar de Heer Jezus die aan de apostel Paulus verschijnt. En hij zegt tegen Paulus in Handelingen 26, vers 18. Daar zegt hij tegen Paulus over de heidenen, om hun ogen te openen. Kijk, ogen te openen. En hen te bekeren van de duisternis tot het licht. Dus de ogen zijn gesloten, zijn verblind. Ja? Ieder mens die in deze wereld rondloopt, als een zondaar, leeft in duisternis en zijn ogen zijn gesloten. Zijn blind. Totdat het geestelijke... de geest in hun komt wonen. Ja, dan ga je het ding opeens zien, zeggen we dan toch. Hé, hij ziet, ik zie het nu. Ja? En dan hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Nou, dat zijn allemaal, als Paulus dit gaat verkondigen aan iedereen, niemand die de Heer Jezus gezien heeft. Paulus dan wel. En toch, je ziet hier, door het geloof in mij. Dus Paulus die gaat wat verkondigen. Dus je hebt een evangelie, een leer. Dat ga je verkondigen en daar geloof je in. En zie, dan worden je ogen geopend. En dan kan je zeggen, net zoals Peter, ik heb hem nog nooit gezien en toch hou ik van hem. Ja? Dus het is mooi als je dat ziet, als je Efeze 1 vers 18 zegt. Wat zegt hij daar? Verlichten. Ja, verlichte ogen van uw verstand. Hey, mijn verstand heeft ogen. Nou, we weten allemaal letterlijk. We nemen de Bijbel toch letterlijk of niet? Ja, maar we weten allemaal. Ik zie het, maar ik zie het met de ogen van mijn verstand. Heb ik de Heer Jezus gezien? Nee, nog nooit. Maar de ogen van mijn hart? Ja, mijn ogen van mijn verstand hebben we gezien. Dat komt door de leer. En de Heer Jezus zegt ook. Ze zeggen wel eens, ja, hoe ziet God er dan uit? Ik zeg nou, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Als ik aan Christus denk, dan weet ik, dan denk ik ook aan de Vader. Ja? Maar dat is puur allemaal de ogen van mijn verstand. Die hebben het nu, die zijn geopend. Ja? Ik ben verlicht geworden. En de leer die werkt in mij. En het zinkt naar mijn hart, naar mijn ziel. Ik geloof het. En waar zit ook de emotie, het houden van? In je hart. Ja? En zo werkt dat. En... Efeze 3 vers 4 is ook wel even mooi om daar even te kijken. Hoe dat dus werkt. Hè? Het is echt zo, als je het woord leest, lees met een... Kijk, je hebt ook mensen die lezen de Bijbel. Ja, misschien om kennis om te doen, of om hem aan te vallen. Maar echt de Bijbel leest, dat je weet, het is Gods woord. En ik geloof wat hij zegt, en ik sta open voor wat hij zegt. Dan ontstaat de verlichting. En dan ga je dingen zien, lezen... Lezen. Dus wij kennen de Heer Jezus in eerste instantie. En dan word je gelovig. Dan heb je een relatie met hem. Ben je in Christus. Maar door het woord te bestuderen, dat is precies wat Paulus ook zegt. In Efeze 3 vers, kijk. Vers 19. Kijk. En bekennen de liefde van Christus. Dat is het kennen, het weten. Nee, sorry. Het bekennen, dat is het bekennen, ja? Net zoals Adam bekende Eva, gemeenschap. En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Dus die gaat inderdaad de kennis te boven. Maar het begint met de kennis. Eerst kennis. En dan ga je ook de liefde bekennen. Zo werkt dat. Dus hoe meer wij van... Aanstaande zondag hoop ik het er ook over te hebben, maar... Hoe meer wij natuurlijk in de Bijbel ook studeren en lezen, en vooral in de brief van Paulus, hoe meer wij de Heer Jezus gaan leren kennen en ook hoe meer je van hem gaat houden.
En als je kijkt in Efeze 3, vers 3, dat spreekt Paulus over die bedenking der genade Gods, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende, zie je, daar heb je het weer, lezende, er staat niet waaraan gij allemaal luistert naar preken of luistert naar die volganger, die en die, die kunnen ons helpen om, de, ja, om je natuurlijk te helpen begrijpen, omdat hij misschien heel veel die teksten over nagedacht en zo werkt dat. Hè? God heeft leraars aan de gemeente gegeven, maar waar gaat het uiteindelijk om? De teksten die ons de overtuiging geven. Dus je checkt het allemaal met de Bijbel. En dan zie je ook, waaraan ga je dit lezende? En dan komt het, kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Zie je het? Dus lezen, dan ga je het ook bemerken. Ook de bediening van Paulus, hè? Dus we leggen dan mensen uit, als ze gaan bestuderen met open hart, ze lezen het, dan kan je gewoon niet zeggen, het is niet zo. Het staat er. En dan ga je het bemerken. Nou, en daarom, we gaan terug. Als Peter zegt tegen hun, de welke gij niet gezien hebt en het nochtans lief hebt. Ja, dan kan Johannes, ik zal het even voorlezen. Die kan dan zeggen, wij hebben hem lief. Waarom? Omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Maar hoe weet je dat? Nou, je hebt hem nooit gezien, hè? Maar dat weet je gewoon omdat je het hebt gelezen in de Bijbel. Ik heb de Heer Jezus nog nooit gezien. Dus mensen die zeggen, ja, als ik hem zou zien, dan zou ik het wel geloven. Dat is allemaal niet waar. Al zouden ze hem hier nu zien, zouden ze het ook niet geloven. Want hebben ze hem in Israël allemaal geloofd? Voor de kruisiging niet. En na de kruisiging een gedeelte. En ze hebben hem allemaal toch gezien? Hier zie je mensen die hebben hem niet gezien en toch geloven ze. Ja, inderdaad. Peter schrijft die brief aan gelovigen die in de verstrooiing zijn. En hij zegt ook en verheugd. En dan zie je ook het resultaat. Gelovende en verheugd met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde. Inderdaad. Je gelooft het, je leest het. Je gelooft het. En dan zie je ook de verheuging met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde. En waarom? In vers 9 zie je ook. Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Als je dat nou leest, dat vers, hè, en je betrekt het op jezelf, wat doet dat dan met je? Zie je het verschil met wat Paulus zegt? Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Moet ik mijn zaligheid van de ziel nog krijgen? Nee, hebben we al. Ja. Maar goed, ook in de context weer, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied. In de context spreekt hij over de openbaring van Jezus Christus, over dat de Heer Jezus Christus naar de aarde komt. Kijk, de kleine kudde is zalig, natuurlijk. Maar die zaligheid, voor hun is concreet als ze het koninkrijk ingaan. Ja? Nou, als je kijkt hier, vergelijkt, in die geest moet je even denken. Kijk naar 1 Peter, Handelingen 3. Dat is voordat Petrus deze brief geschreven heeft. Maar wel zijn woorden die hij spreekt. Handelingen 3 vers 19, dat is vlak na Pinksteren. Handelingen 3 vers 19. ja. Dus hij zegt, je verheugt je en verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Dat is bij de tweede komst, als het koninkrijk komt. Want ja, als je denkt, ja, oh wacht, dat is een voorwaardelijk vers. Snap je wat ik bedoel? Van verkrijgende het einde van uw geloof. De zaligheid van uw zielen. Als je denkt, ja, oké, dus ze kunnen het nog kwijtraken. Dan heeft Petrus wel een probleem. Aan wie die schrijft, en Petrus zelf ook. Want is het koninkrijk al gekomen? Nee. Hoe zit het dan met die zaligheid van hun zielen? Ze zijn allemaal dood. Ja? En het koninkrijk is niet gekomen. Ja? Dus ze hebben de zaligheid van de zielen.
Maar hij bedoelt echt in het licht van dat koninkrijk. Kijk, in de Handelingen 3 vers 19 zegt hij tegen het volk Israël, betet u dan en bekeert u. Op, kijk, Trebit, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Nou, dan komen we zo meteen in de brief van Petrus ook, gaat hij over die profeten praten, en waarvan hij zegt, ja, die hebben totaal niet begrepen waar ze over spraken. Wel dat er een Messias zou komen, maar dat het over Christus gaat en zo, daar hebben ze totaal geen benul van gehad. Die profeten, maar die hebben wel gesproken over die dingen. Lees het Oude Testament, ga maar eens Jesaja lezen, ik ben nou in Jesaja bezig. Nou, dat gaat allemaal over de grote verdrukking, allemaal over het koninkrijk, voor het volk Israël. En Peter zegt tegen hun, betert u, bekeert u, en dan opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Wanneer, maar hij zegt wel wanneer. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Wanneer is de verkoeling? Verkoeling komt altijd na hitte. Het is hier ook een beetje warm. En dan heb je zo'n raampje open en denk ik, oh, verkoeling. Ja, dat is hitte en dan de verkoeling. De grote verdrukking noemt Peter ook de hitte. Hitte en verdrukking. Maar als Christus natuurlijk naar beneden komt en hij maakt een eind aan alle dingen, dan is de verkoeling. Wat is de verkoeling? Het koninkrijk. Zij leven in die verwachting dat het koninkrijk elk moment gaat komen. Misschien dat, Steven, we weten, morgen komt de Heer Jezus. Dan weet ik ook, morgen ben ik in het koninkrijk. Of ik weet, Steven, ik weet dat over 7 jaar is de opname. Dan weet ik, over 7 jaar, als ik dan nog leef, dan ga ik zo het koninkrijk naar binnen. Dan weet ik, over 7 jaar is dat koninkrijk er. Daarvoor dus niet, hè? Nu denk je zo niet. Je weet nu, nee. Elk moment kan ik opgenomen worden. Zie je, dat is anders. Maar kijk. Zie je, die zonden mogen uitgewist worden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Waarom zegt hij dat? De zonden uitgewist. Dan spreekt hij over de grote verzoendag. Maar dan werkelijk. Dat Christus naar beneden komt. En dan, kijk maar. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus die u tevoren gepredikt. Zie je het? De verkoeling komt, het eind van de grote verdrukking. Want er komt Christus. Maar waar is hij nu? Toen hij dat zei, en ook tijdens de brief van Petrus. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting. Alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Zie je dat? Dus Christus is nog daar, maar hij komt naar beneden en dan gaat hij alles wederop richten. En wat zijn dat dan die dingen waar de profeten over spraken? Over dat koninkrijk en dat Israël dan het hoofd is en dat zij zullen zijn tot een zegen voor de wereld. Als je Jesaja leest ook, dan de heidenen, hè. Als je Petrus ook leest, spreekt hij ook een paar keer over de heidenen. Nou, dan spreekt hij niet over de ongelovigen zoals wij nu denken. Als je het woord niet de waarheid niet recht snijdt. Als je het woord de waarheid niet recht snijdt en Petrus spreekt over heidenen in zijn brief. Dan zou je denken, oh, dat zijn gewoon niet degene die, dat zijn de ongelovigen, zeg maar. Maar Petrus spreekt heel specifiek echt over heidenen. In verband ten opzichte van Israël. Maar dan zal in die tijd Israël zal het hoofd zijn in het koninkrijk. En dan zult, maar dan zie je ook dat heidenen, daarom zei ik het ook, de heidenen zullen ook Israël dienen. En hun schatten zullen daarheen gebracht worden. Hun oogsten zullen overvloedig zijn. En ze zullen gediend worden door de heidenen. Nou, en dat is waar die profeten van alle eeuw over gesproken hebben. Dus ja, als je terug naar Petrus gaat, dan zie je dus, als hij zegt in vers 9, verkrijgen het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, dan spreekt hij dus wel over de toekomst. Ja? Namelijk dat dat koninkrijk eindelijk gaat beginnen. En dan zie je ook in vers 10, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten,
die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, betuigde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Terwijl geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn, bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke de engelen begeerig zijn in te zien. Vers 12, nou, dat, als je dat leest, er zit bijna in elk woord is er wat over te zeggen. Maar hij spreekt de zaligheid, die ze zullen verkrijgen. Peter zei dit in Handelingen 3 al, ja, daar hebben ze over gesproken. Van welke zaligheid ondervraagd in vers 10 en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Ze hebben erover geprofeteerd. Hou je hand hierbij, maar kijk even in Matteüs 13 vers 17. Dat zei de Heer Jezus al tegen hun. Matteüs 13 vers 17. Matteüs 13 vers 17. Daar zegt hij tegen, want hij spreekt daar in gelijkenissen. En dan zegt hij in vers 17, of vers 16, kijk, doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Ja, ze waren gelovigen, ja. Want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die je hoort en hebben ze niet gehoord. Ja, ze hebben het begeerd om het te zien en om het te horen. Ze spraken over die toekomstige dingen. Ze spraken over een verlosser, over een Messias voor het volk. En ze hebben nooit kunnen begrijpen hoe dat nou precies zat. En daarom daar waren ze zeer begeerig naar. Want hij zegt, we lazen net in 1 Petrus 1 vers 11, dat zij waren aan het onderzoeken. Nou, wat is onderzoeken? Zoeken. Ik vind het mooi. Onderzoeken. Hoor je toch thuis, Lies? Waar ligt dat? Ja, zoek maar even. En hoor je later, jij hebt weer niet goed gezocht. Nou, je kan zoeken. Maar onderzoeken is, je laat niks op zijn plek. Overal kijken, misschien ligt het daar. Zoeken, maar onderzoeken is nog veel meer dan zoeken alleen, hè? Het woordje onder zit erin. Nou, en die profeten hebben dat dus wel gedaan. Ja, je schrijft iets op. En ze hebben ook gedacht, hé, waar gaat dit over? Kijk maar, op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dat hebben ze nooit goed begrepen. Ze profeteerden er wel over. Maar ze hebben het nooit goed kunnen bevatten. En ik wil daar met jullie een aantal dingen over zien. Wat eerst interessant is, als hij zegt de geest van Christus die in hem was. Toch opmerkelijk. Hoe kan nou de Heer Jezus Christus, die in Matteüs pas op aarde is gekomen, dat zijn geest in de profeten was honderden jaren ervoor? Het is niet zo moeilijk, want als wij schrift met schrift gaan vergelijken, ik moest gelijk aan Romein 8 denken. Kijk, Romein 8, daar zie je iets moois staan. In vers 9, Romein 8 vers 9. Hij zegt daar, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dus in hetzelfde vers zegt hij de geest Gods en noemt hij de geest Gods tegelijkertijd de geest van Christus. Zie je dat? Dat is een duidelijk bewijs van de godheid van de Heer Jezus Christus. En je ziet trouwens ook, de Heilige Geest is ook een persoon. Het is geen ding. Hij kan een kracht geven, maar het is een persoon. Je ziet hier de geest van God die in u woont. En dat noemt hij ook de geest van Christus. En we weten ook, het is de Heilige Geest. Ja?
Nou, en dat klopt, want als we naar Ezechiël gaan, kijk met mij naar Ezechiël, hoofdstuk 3. En er zijn meerdere teksten van hoor, maar dat gaan we niet doen. Eén is genoeg, Ezechiël 3. Eén is genoeg, ik maak er twee van. Ezechiël 3, vers 24. Wat zegt Ezechiël daar? Ezechiël heeft natuurlijk hoeveel hoofdstukken geschreven? Hoeveel? 48, hè? Ja, 48. En die heeft hij niet zomaar opgeschreven, hè? Want wat staat, hè? Dan weten we gelijk over het woord van God geïnspireerd is, ja? Wat staat hier? Toen kwam de geest in mij. Dat hoeven wij niet te zeggen, hoor. Als gelovigen. Ezechiël was een gelovige. Maar er staat hier, toen kwam de geest in mij. Dus er was ook een tijd dat die geest dus niet in hem was. En zo was dat in het Oude Testament. Ja? Die tot dienst van God werden geroepen, de profeten. En de geest kwam in hun en stelde mij op mijn voeten. En hij, wie is hij? De geest sprak met mij. En hij zeide tot mij, ga besluit u binnen in uw huis. En dan gaat hij, nou, enzovoort, enzovoort. Dus Petrus zegt, de geest van Christus die in hem was. Je ziet hier de geest, dat is deze geest. Je ziet, die was in hun, hè. We hebben het al eens over de geest op hun, dat lees je ook. Maar de geest was heel duidelijk in hem. Nou, ga maar mee naar 2 Samuel 23, vers 2. Je hebt altijd die verhalen van, als je met mensen praat van de Bijbel, ja, er staan fouten in, het is door mensen geschreven en bla, 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 ja. Terwijl men gewoon eigenlijk anderen napraat, want als ze de Bijbel gewoon lezen, als iemand zegt de Bijbel zit vol fouten, nou, dan moet je gewoon vragen, nou, laat me er eens een zien dan. Ja, laat me er een zien, die fout. Ik wil het wel eens horen. Nou, 2 Samuel 23, vers 2. Kijk, dit is met David. Zie je, dit is ook weer de inspiratie van Gods woord. De geest des Heren, hier heeft hij het over de geest van Jehovah. Zie je het? Hoofdletters, Heren. Nou, maar we weten, de Heren, hij zegt in Zacharia, ze zullen mij zien die zij doorstoken hebben. En dan spreekt hij over Jehovah, toch? Maar als je naar Openbaring heen gaat, zie je hetzelfde vers staan. En dan spreekt hij over de Heer Jezus. Ja? Een mooie tekst om te gebruiken naar de Jehovah's toe. Jehovah's getuigen. Maar ziet u, de geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn reden is op mijn tong geweest. Zie je dat? Nou, zo werkt dat. Zo ging dat. Dus de geest des Heren heeft door David gesproken. En zijn reden is op mijn tong geweest. Dus David heeft daarom ook dingen opgeschreven die God heeft uitgesproken. Of die heeft hem laten zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat David het ook allemaal begreep. Soms is het een wonderlijk iets in de Bijbel. Je ziet ook dingen die hij meemaakte. En die schrijft hij op. Maar dan zie je dingen. Wacht even, het is wat hij meemaakte. Maar er staan nog een aantal dingen bij die niet op hem kunnen slaan. En die dan weer een profetische vervulling hebben. En dat is de geest die door hem sprak. Dus hij schreef het gewoon op. En dat is waar Petrus over spreekt. Dat zij dus niet altijd niet begrepen wat ze opschreven. Niet ten volle konden begrijpen. En dat gaan we ook zien. Dat kon ook niet. Ik wil met jullie even naar Hebreeën 11 vers 4. Hebreeën 11 vers 4. Nou, ik kan misschien zo wel zeggen. Nou, laten we maar even lezen. Hebreeën 11 vers 4. Wat staat daar? De Bijbel is voortschrijdend. Is een voortschrijdende openbaring. Wat Adam wist, dat was wel, hij heeft met God gesproken. Maar bijvoorbeeld die vellen van rokken. Abraham, of ik zeg niet Adam, begreep niet wat wij daarover weten nu. Dat die vellen, dat waren dieren die werden geslacht. En we weten allemaal waarom. Abel, wat deed hij? 11 vers 4. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande geofferd dan Kaïn. Hoe kan hij geloof hebben? Geloof is door het horen en het horen door het woord van God. Dus Abel heeft dat natuurlijk van Adam gehoord. Ja?
Door het geloof heeft Abel een meerder offer dan nog offer dan Kaïn. Ja, want Kaïn die kreeg geen getuigenis en Abel wel. Ja, Abel deed wat het geloof vereiste, namelijk bloed. En Kaïn, die had geen geloof, want die bracht zijn eigen offer. Hier zie je al het begin van geloof ten opzichte van religie. Religie die maakt zijn eigen dingen. Die zeggen, we gaan een kerkgebouw neerzetten en we gaan daar allemaal dienst maken. En bla, nou, je kent het, allerlei leerlingen. Maar Kaïn of Abel, die gelooft dat God zijn. En daar hier begint de strijd om, zie je het? Maar je ziet, hij deed een offer van bloed. Hij deed het gewoon uit geloof, maar niet omdat hij wist dat het een beeld was van het lam wat komen ging, wat geslacht werd. Dat wist hij absoluut niet. En dat wist Israël ook niet. Israël wist niet van al die offers, dat dat een heenwijzing was naar de Heer Jezus. Dat weten wij nu. Maar Israël straks in de Koninkrijk weet het ook, want ze hebben die les natuurlijk wel geleerd. Wat hebben ze wel geleerd? Een plaatsvervangend sterven met die offers. Een onschuldig dier wat voor een ander lijdt. Dat is alles wat ze hebben kunnen begrijpen. Maar niet dat dat heenwees naar de Heer Jezus. En de profeet ook niet. Dus als je kijkt bijvoorbeeld in Handelingen 7... Handelingen 7, vers 37. Nou, dat is een tijdje. Nou, ik heb het dus over. Nou, Mozes, ja, Mozes. Handelingen 7, vers 37. Wat heeft Mozes ooit gezegd? Deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Die zult gij horen. En hij heeft ook gezegd, en wie naar hem niet luistert, die zal uitgeroeid worden, toch? Die tekst staat ook ergens. Wie is die profeet waar die Joost spreekt? Weet je het niet? Ja, toch? Ja, nee. Jezus, ja. Ja, sorry, ik stond niet goed. Nee. Hoe weet je dat? Ja. Dat wist Mozes niet. Ja, Mozes schreef dat op, maar hij sommigen leren ook dat in het Oude Testament ook wisten dat over Christus ging, hè? Maar dat is gewoon niet waar. Mozes wist niet dat het een profeet was. Toen de Heer Jezus kwam, zeiden ze tegen hem: zeg ons wie u bent. Bent u de profeet waar Mozes over sprak? Die wisten het ook niet. En Mozes wist het ook niet. Hij heeft het al opgeschreven. Maar hoe schreef hij het op? Net zoals David. Het was op zijn tong. En de Geest des Heeren sprak door hem. Maar wil niet zeggen dat hij het begreep. Dan zie je, dat is de voortschrijdende openbaar. Dus je krijgt op een gegeven moment ook die offers natuurlijk. Het type van die offers, dat wist. Nou, laten we naar Abraham gaan. Die was er eigenlijk iets voor, maar we zitten dan toch... laten we zo zien. Abraham. Dat offer toen met Isaac. Dat was een test van zijn geloof. Het is een geweldig type, een beeld van de vader die zijn zoon moet offeren. Ja? Abraham wist al één ding. Hij geloofde in het koninkrijk. Hij geloofde in de opstanding, want hij zou sterven en dan zou hij dat koninkrijk krijgen. Hij wist ook dat hij doodging. Dat was hem al voorzegd. Maar dat wist hij in ieder geval. Maar hij wist ook, ik zal opstaan. Ook door Job werd hij dat opstanden. Dat offer heeft hij gedaan. Maar wij weten nu wat een geweldig beeld dat is van de vader en de zoon. Maar Abraham heeft dat niet geweten. Hij ging dat doen en de engel hield hem tegen. En toen ging hij wel offeren. Dat moest hij doen. Dat deed hij ook. God zal zichzelf een lam ten offer voorzien, zei hij tegen Isaac. Maar je ziet ook weer zo'n voorbeeld, ja. Dat zijn allemaal dingen die wij achteraf kunnen lezen. Nou, en dan zien we ook bijvoorbeeld. Nou, laten we naar Psalm 22 gaan. Dan vraag ik van jullie gewoon. Ik heb het bij mezelf ook gedaan. Ik dacht, nou, in die wetenschap, ja. Psalm 22. Dat je leest die psalm die David toen schreef. En denk erom, hè, wat hebben we net met David gelezen? Wat zei hij over de geest Gods? Dat hij, hè, zeg maar. Spreekt, ja, op, hoe zei hij het nou precies ook weer? Hij spreekt op zijn tong. Dan wil ik het toch even bijpakken, want 2 Samuel 23 vers 2. Even letterlijk. Lees ik hem nog eventjes. Ja. De geest des Heren heeft door mij gesproken. In mij, dat was Ezechiël.
Maar ja, dat is bij David natuurlijk ook zo. Maar de geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn reden is op mijn tong geweest. Zo moet je Psalm 22 lezen. En als je dan gaat lezen, mijn God heeft, hè, vers 2. Waarom hebt gij mij verlaten? Verder zijn er van mijn verlossing van de woorden mijn bedoel. Waarom heeft gij mij verlaten? We weten, dat komt nog een keer in de Bijbel voort, ja. Daarom weten wij, hé, hey, dat gaat over Christus. Maar dat is David niet. Als je dit gaat lezen, wij weten nu allemaal, dat gaat over de kruisiging. De kruisiging was toen helemaal niet bekend. Dit gaat over Christus die aan het kruis hangt. Maar als je dit gaat lezen, ja, en je schakelt dat helemaal uit. Die kennis, die wetenschap. Moet jij maar in die psalm gaan lezen en dan kunnen zeggen, dat gaat over Jezus Christus die daar aan een hout hing, aan een kruis en die daar stierf. Dat lees jij niet, dat kan jij er niet uit opmaken. Als je dat even verplaatst in die tijd. En David ook niet. Hè, dus even kijken. In vers 15. Ik ben uitgestort als water. En mijn benen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het midden mijns insgewands. Dat is zijn kracht vloeide hem helemaal uit en weg als water dat wegvloeit. Dat is typisch wat gebeurt bij iemand die aan een kruis hangt. De kruisiging was toen helemaal niet bekend. Je kan wel zeggen, ja, maar de dode, een vervloekte werd bij Israël toch ook aan een hout opgehangen? Ja, die was dood. Juist, die was al dood. Die was eerst gestenigd. De kruisiging is een uitvinding van de Romeinen hebben het overgenomen van iemand. Maar is pas eeuwen later, daarvoor had je dat niet. Nou, en dan kan je nog heel veel dingen lezen die erin staan. Maar ga het serieus lezen, dan kan je niet zeggen dat het daarover gaat zoals wij dat nu weten. Ik zocht eigenlijk naar nog een versie. Maar, en dan gaan we ook kijken bijvoorbeeld Jesaja 53. Nou, dat is natuurlijk ook een bekend hoofdstuk, ja? Jesaja 53, dat heeft Jesaja geschreven. Jesaja heeft ook zo gesproken zoals David, door de Heilige Geest. Nou, iedereen, het lichaam van Christus, christenen gaan allemaal, zien hier allemaal natuurlijk, Christus stierf voor ons. Ja? Maar Christus ten eerste in dit hoofdstuk sterft hij voor zijn volk in vers 8, Israël. Maar ook hier weer schakel uit het kruis en dat soort dingen. Nou, dan gaan we naar een Jood nu in Israël. Die zeggen, ja, die gaat over Israël, wat dan ook. Maar niet één orthodoxe Jood die zal zeggen, ja, dat gaat over een persoon en dat is de Messias waar het over gaat. Dat zullen ze niet zeggen. Ook op dat moment, als je dit leest, dus ga het maar eens doen, dat gaan we nu niet doen. Maar als je thuis zit, je gaat Psalm 22 lezen en schakel die kennis uit en probeer dan te vinden of je dat kan lezen zoals wij dat nu lezen. Het antwoord is nee. En dat is precies wat Petrus ook zegt. Ze hebben het niet kunnen, ze hebben het onderzocht, maar niet kunnen vinden, niet kunnen begrijpen. Nou, kijk maar mee in Lucas 9. Lucas 9. Lucas 9. Vers 1. En zijn 12 discipelen samengeroepen hebbende, gaf hij hun kracht en macht over al de duivelen en om ziekten te genezen. En zond hen heen om te prediken het koninkrijk Gods en de kranken gezond te maken. Nou, dan zie je vers 6. En zij uitgaande doorgingen al de vlekken, verkondigende het evangelie en genezende de zieken overal. Welk evangelie? Vers 2 van het koninkrijk Gods. Dat is het koninkrijksevangelie, noemen we dat dan ook. Dat gingen ze overal verkondigen, ja. En iedereen denkt, nou, dat ging het evangelie verkondigen, het evangelie van wie gered wordt. Ja? Maar als je kijkt naar vers 44, ja, en 45, wat zie je daar staan? Leg deze woorden in uw oren, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de mensenhanden. Maar zij verstonden dit woord niet, en het was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet begrepen
en zij vreesden van het woord hem te vragen. Zie je dat? Dus die woorden die hij daar spreekt, hij zal overgeleverd worden in de mensen handen. Wij zeggen gelijk ja, we weten gelijk waar het over gaat. Maar zij op dat moment, hoewel Christus dat persoonlijk al tegen hun zei, begrepen niet. En ze verkondigden het evangelie. Dat is toch het evangelie? Maar niet het evangelie zoals wij dat lezen hoor. Of zoals veel mensen dat denken. Want ze begrepen het helemaal niet. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Je ziet hier, de Israëliet dacht natuurlijk veel aan de heerlijkheid. Aan het koninkrijk. Het hoofd zijn. Uitverkoren zijn. En Peter zegt nee, het lijden en daarna de heerlijkheid. En ze zagen meestal meer de heerlijkheid en niet het lijden van Christus. Dat niet. En daar gaat Jesaja 53 juist over. Ja? Dus nou ja, kijk in Lucas 18. En in Lucas staat het wel een paar keer zo, maar Lucas 18, vers 31. Dan zien we het ook zo staan. En hij nam de twaalf discipelen, en zeide tot hen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten. Nou, we hebben Psalm 22 gelezen. We hebben Jesaja 53 gelezen. En er zijn nog meer teksten, maar dat hebben we dan nou gelezen, maar jullie weten wat er staat. Dus dan denk je nou, hij zegt, dat is over hem geschreven, toch? Dat David was een profeet, Jesaja was ook een profeet. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden en hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegezeld hebbende zullen zij hem doden en te derde dagen zal hij wederop staan. En zij verstonden geen van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. Zie je het? Voor het kruis begrijpen ze het niet. Terwijl de profeten er wel over gesproken hebben. En Peter zegt, ja, ze hebben het onderzocht en ondervraagd. Maar de profeten die het woord zelf notabene opschreven, maar ook zij, terwijl de Messias dus voorin loopt daar, begrepen ze die schriften niet. Ze geloofden wel dat hij de Messias was. Zeer zeker. Maar de teksten die erover gingen. En kijk, Matteüs 16 is ook wel mooi. Matteüs 16, dan zien we dat ook hoe dat gaat. Want Matteüs 16, vers 18, kijk vers 15. Nou, in vers 13 zegt hij, vraagt zijn discipelen, kijk aan het eind van vers 13, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dus wat zeggen de mensen om ons heen? En ze zeiden sommigen Johannes de Doper en anderen Elia. Ja, Elia werd ook verwacht. En anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde, zeide, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Goed antwoord of fout antwoord? Goed antwoord. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. Hoe heeft de vader dat aan Petrus geopenbaard? Denk aan Nicodemus. Nicodemus zegt, niemand kan zulke tekenen doen als gij gedaan hebt, tenzij het van hem van God gegeven is. Wat heeft Petrus gezien? Hij heeft de woorden gehoord die de Heer Jezus sprak. Er was niemand die sprak zoals hij. Hij heeft de tekenen gezien. Hij heeft gezien dat hij kranken genas. Hij heeft al dat soort dingen gezien. Die ook in het Oude Testament voorspeld stonden. Maar hij heeft het ook gezien. En zo heeft Petrus heeft dat gezien en geloofd. Maar er waren er ook veel, die zagen het ook. En die geloofden het niet. Nicodemus zei ook, en die is ook gelovig geworden, die zei ook van ja, dat moet de Messias zijn. Op basis van wat ik zie en hoor van hem. En dat met Petrus precies hetzelfde. En daarom kan hij dat ook zeggen. Hij zegt ja, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Nou, en dan zie je dat krijgt hij ook autoriteit. En hij krijgt de sleutels in vers 19. Maar dan, en dan in vers 20, toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Omdat Israël had hem inmiddels al niet geaccepteerd. Toen beperkte hij zich nog maar tot zijn gelovigen in het laatst van zijn bediening.
Maar ziet u dat er was? Jezus was de Christus. Jezus is dus in de nieuwe vertaling weggelaten. Hè? Ja, en dat is, heeft een consequentie. Want toen verbood hij dat zijn discipelen, dat ze iemand zouden zeggen dat hij de Christus was. Maar wat denk je dan gelijk aan als je Jezus weglaat? Welke tekst gaat dan gelijk de mist in de grote verdrukking? 1 Johannes 4. Dat als jij beleidt dat Jezus was de Christus, de Messias, dan ben jij uit God geboren. Zie je dat? Dat doet een nieuwe vertaling, hè? Die kan je heel goed gebruiken dan in de grote verdrukking van de Christ. Maar goed, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en te derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem, moet je nagaan, begon hem te bestraffen. Petrus, ja, begon de Heer Jezus te bestraffen. Hij zegt, de profeten wisten het niet. Maar kijk wat hier met Petrus zelf gebeurt. En hij sluit zichzelf ook niet uit hoor, natuurlijk. Maar Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Dus het ene moment erkent hij, hey, u bent de Messias. Maar, en dat geloof ik nog steeds wel, maar dat hij zou sterven en te derde dagen opwekken. En ik denk, dat gaat niet gebeuren. Terwijl als je de Bijbel leest, Psalm 22, had je gezegd, Heere, ik ga achter u aan. Want dan heb ik verlossing. Nou, dat is toch een fenomenaal voorbeeld, ja. Nou, Johannes 20 vers 9, en dan gaan we weer. Johannes 20 vers 9, en dan naar Lucas. Johannes 20 vers 9. Kijk, de opstanding. En in vers 2, dan zie je dat ze bij het graf komen. Ze liep dan, Maria, en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipelen, welke Jezus lief had, en zeiden tot hen, zij hebben de Heer weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Nou, dan gaan Petrus en Johannes ook naar het graf. Johannes 20. Vers 2. En dan, we zien in vers 5 gaat Petrus naar binnen. En in vers 6, oh nee, even kijken, de discipel die lief had, die Jezus lief had, die ging, even kijken hoor, in vers 4. En deze twee liepen tegelijk, oh ja toch, en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zeedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipelen daarin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. En iedereen denkt, ja, hij gelooft dat hij uit de dood was opgestaan. Maar vers 9 begint met want, en dat is een verklaring van vers 8. Hij geloofde wat? Ja, dat ze hem weggenomen hadden, wat in vers 2 staat. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De Heer Jezus had het tegen hun gezegd. Ze hebben in het Oude Testament, staat het ook, Psalm 16, staat het ook beschreven. Toch wisten zij de schrift nog niet, nog niet. Met andere woorden, die schrift was er wel, maar die begrepen zij nog niet. Waar is er nog, als nog geen licht op. Dus ja, waar die is, ja, weten we ook niet. Ja? Dus ja, nou, nu gaan we naar Lucas 24. Dit is voor het kruis allemaal, hè? Of ik zeg het niet helemaal goed. Dit is voor het kruis en tot en met dat zij bij het graf komen dat hij weg is. Totdat ze de Heer Jezus natuurlijk ontmoeten. Dat hij is opgestaan. Lucas 24, en verschijnt hij aan hun. En in Lucas 24, vers 44, dan zien we, dan is hij al verschenen aan hun. En in vers 44, hij eet dan voor hun ogen in vers 43, ja, die gebraande vis. En in vers 44, hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog met u was. Zie je dat? Namelijk dat het alles moest vervuld worden. Dat zei hij ook, toch? Waar de profeten over geschreven hebben. Dat hebben we net gelezen. En toen zeiden ze, ja. Maar hier zegt hij, dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalm. Met andere woorden, het hele Oude Testament gaat over mij.
Abel, wat offer, die vellen, het offer van Abraham. We kunnen allemaal begrijpen wat de lering daar nu in is. De Heer Jezus zegt het hier zelf. Kijk, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Ze kenden de schrift nog niet. Ze hadden nog geen licht erop. En nu opent hij hun verstand. Wat zegt Paulus daarover bij ons? Opdat wij krijgen verlichte ogen van ons verstand. Dat verstand moet licht krijgen door de geest. En dat zie je krijgen. Dat is verlichting. En nou zie je, dan gaan ze ook de schriften verstaan. En nou begrijpen ze ook, kijk, 6:46, en zeiden tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan, en ter derde dagen. Dat heeft hij voor het kruis tegen hun gezegd. En ze zeiden, begrijpen het niet. En nu begrijpen ze het, omdat ze hebben nu verlichting gekregen. Ja, fantastisch als je dat ziet. Dus nu begrijpen ze het wel. En als je nu naar Handelingen 1 gaat, dan kan Petrus nu opeens, vol zekerheid, gaan spreken. Ja, hij heeft ook de Heilige Geest ontvangen al, voordat Handelingen 2 begint met Pinksteren, hebben zij de Heilige Geest al ontvangen. Dat hebben wij trouwens net gezien. Ja, ergens anders zie je ook dat de Heer Jezus blaast op hun, dat ze de Heilige Geest ontvangen. En kijk, Handelingen 1 vers 3, 2, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij het uitverkoren had, bevel had gegeven door de Heilige Geest, zie je het? Geest getuigt ook met hun geest. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Nou, dat heeft hij gedaan. En dan kijkt hij in vers 20 en dan zie je opeens dat Peter staat op en dan gaat hij in vers 20 opeens iets uitleggen dat op Judas slaat. Want er staat geschreven in het boek der Psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen en een ander nemen zijn opzienersambt. Hij weet, begrijpt gelijk, het gaat over Judas. Terwijl als je voor het kruis, toen was Judas met hem, had hij niet, dat is Judas. Jij staat in Psalm 69, meneer. Nee, dat wist hij niet. En nou kan hij ook over die opstanding vrijelijk spreken. Kijk maar in Handelingen 2, spreekt hij over in vers 25, dan zie je dat David over hem spreekt, over Christus. Dan zegt hij dat is David die erover spreekt. En dan zegt hij later, ja, die spreekt niet over zichzelf, maar het gaat over Christus. Want David ligt nog hier in het graf. Ja, maar in vers 30, David, alzo hij dan een profeet was. Zie je, een profeet. En wist dat God hem uit zijn eden gezworen had, dat hij uit de vrucht zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Ja, er zou uit zijn vlees de Messias komen, inderdaad. Dat wist hij. Maar kijk, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, enzovoort, enzovoort. Spreekt hij over de opstanding. Nou, David was een profeet. Aan hem was wel toegezegd dat uit hem de Messias zou komen. Dat een koninkrijk zou komen. Nee, dat David, Jezus uit David, uit Abraham. Zeer zeker. Maar Psalm 16 spreekt David inderdaad heel over zichzelf. Maar er zijn ook teksten die spreken niet over hemzelf. Die gaan heel duidelijk over Christus. En dan zie je, hij was een profeet. Maar hij wist niet wat Petrus nu zegt. Wist Petrus een maand ervoor. 40 dagen staat hier. Dat is, twee maanden ervoor wist hij dat helemaal niet. Nou, terug naar Petrus. 1 Petrus. En dan kan Petrus ook zeggen tegen Israël. Ja, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben, dan stelt hij in staat van beschuldiging. Nu ziet hij dat het kruis, Christus moest gaan, het lijden. En ze hebben hun Messias gekruisigd, dat weet hij nu. En dan biedt hij ook de vergeving aan, bekeert u en laat u dopen. In Handelingen 2 vers 38.
Petrus is volledig helemaal omgedraaid. Hij begrijpt nu helemaal waar het over gaat. Nou ja, oké, dus ik vergeet één tekst, die wil ik nog even gaan met jullie nemen. Ik weet, ik ben aan de tijd. Maar even in verband met handelingen, lees even handelingen 8. De kamerling. Jesaja 53. Ook een voorbeeld. Petrus begrijpt het nu, met Pinksteren. Zij begrijpen het, ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Het is hun uitgelegd. En nu kunnen ze achteraf gaan uitleggen waar Christus in het Oude Testament geprofiteerd wordt. Dat kan je ook aantonen, handelingen 8. Ik zeg het niet goed, denk ik. Is het wel handelingen 8? Ja, handelingen 8. Nu kunnen ze dus gaan aantonen, het Oude Testament gaan gebruiken om te laten zien dat Jezus Christus de vervulling is. En Jesaja 53 dus ook. Want kijk in handelingen 8, dan zie je in vers 27 gaat Filippus, hij stond op en ging heen. En zie een moorman, een kamerling en een machtig heer van Kandase, de koning der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor die die het scheert, al zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u, ik smeek u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van hen, van diezelfde schrift, verkondigende hem Jezus. Zie je dat? Jesaja wist het niet. Hij wist het niet. Filippus wist het ook niet. Petrus wist het ook niet. En nu, nu Christus eenmaal daar aan het kruis gehangen heeft en hun geleerd heeft en de Heilige Geest is uitgestort, nu kunnen zij het gaan uitleggen dat het gaat over Christus. Nou, oké, dus je ziet hier, het is nu niet meer verborgen. We gaan stoppen. Dus 1 Petrus, als hij zegt, vers 10, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Want Psalm 22 gaat ook over het koninkrijk. Aan het eind. Onderzoeken op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was. Dus hoewel die geest in hem was. Beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou. En de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is. Dat zij niet zichzelf maar ons bedienden. Zie je het? Het was niet voor die tijd toen de tijd. Want de Christus moest nog komen. Dus het is ook aan hun geopenbaard geworden dat zij niet zichzelf bedienden, maar dat ze profiteerden over de Messias die komen ging nog veel langer. En dat gaat over het lijden en over de heerlijkheid. Het lijden aan het kruis en zijn opstanding. Nou, en zo kunnen wij dat achteraf en zij ook nu allemaal uit gaan leggen. En dat doet Petrus ook. En dat is, dan zie je de voortschrijdende openbaring van de Bijbel. Hè? In het begin en meer en meer en meer en meer. En de volgende keer gaan we ook zien met Romeinen 1. Dat evangelie van Christus in het Oude Testament, dat was Christus. Maar dan kom je bij Paulus en dan hebben we de complete openbaring. Maar dan betekent dat verborgen programma van God dat hij ook heeft. En er is ook de apostel Paulus die natuurlijk openbaart wat Christus aan het kruis ook heeft volbracht zelfs. Meer dan alleen voor het volk Israël. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor uw genade. We danken u, Vader, dat wij nu achteraf leven en dat wij dit kunnen zien. We lezen het ook bij, zoals het in de Bijbel lezen. Het is allemaal opgeschreven. Maar uiteindelijk is het pas duidelijk geworden dat uw geest in de mensen woont. En dat u getuigt in hun geest. En dat we daar ook nu achteraf kunnen zien dat inderdaad alles wat geschreven wordt, was in de psalmen, in de profeten. En in de hele Oude Testament, dat dat over u ging. En we gaan ook zien, Vader, dat niet alles
Maar wel alles wat profetie betreft over u geschreven stond. Maar dat u aan apostel Paulus iets hebt geopenbaard wat ook daar niet te vinden was. En dat was voor de grondleggende wereld. En we danken u, Vader, dat wij dat weten. De bedenkende genade waarin wij leven. En dat we deze twee programma's van u gescheiden weten te houden. En datgene wat van ons is, de brief van Paulus, dat we dat op ons zullen toepassen. En dan dank u, Vader, dat wij hebben de verlossing. En we weten dat u ons elk moment kan komen halen. Dat wij worden opgenomen in de lucht. En dan zullen wij voor altijd bij u zijn. Vader, bedankt dat we deze dingen echt mogen zien. En ook daar rust en vrede in hebben en geen verwarring. In Christus naam dank u weer daarvoor. Amen. Goed, bedankt allemaal dat jullie er weer waren. Dat jullie weer hebben gekeken, geluisterd. Ik hoop en bid ook dat jullie weer hebben genoten van Gods woord. En daardoor weer meer inzicht hebben gekregen van Gods plan met deze wereld. Dank God voor al deze dingen. Voor hem zij de eer en glorie. En word gesterkt in de genade. En tot de volgende keer.